is vandaag Nationale Pannenkoekdag. Ik sta hier voor het Sint-Jacob Gasthuis om samen met de leerlingen van CBS De Wieken uit Schiedam pannenkoeken te gaan bakken. Wat gaan we vandaag doen? Pannenkoeken bakken! Kijk. Nog een beetje water? Ja. Wat is de volgende stap die we doen? We hebben geroerd en nu, Danny? Nu gaan we boter in de pan doen en dan gaan we het beslag erin doen en dan gaan we lekker en dan worden het pannenkoeken. Waarom doet jullie basisschool mee met Nationale Pannenkoekendag? Nou, de Nationale Pannenkoekendag gaat over ouderen in het zonnetje zetten. En wij vinden het als school belangrijk om oog te hebben voor onze medemens. En daarom vinden we het belangrijk om mee te doen. Zodat kinderen en ouderen samen pannenkoeken kunnen eten. Dus het is heel mooi dat we dat hier kunnen doen in het Sint-Jacobs Gasthuis. Hey, jullie zijn ook al lekker bezig, hè, met pannenkoeken bakken. Ja, best wel. En weten jullie eigenlijk waarom jullie vandaag pannenkoeken bakken? Ja, pannenkoekendag is. Pannenkoekendag? Ja, het is pannenkoekendag. En wat gaan we dan zo doen? Pannenkoeken eten. Ga jij ze eten? Nee. Wie gaat ze dan eten? De ouderen hier. U gaat de eerste hap nemen? Ik ga de eerste hap nemen, ja. Maar je mag natuurlijk niet met volle mond eten, praten, hè? Nee, niet met volle mond. Alsof een engeltje op je tong piest. Een pannenkoek op Nationale Pannenkoekendag. Lekker? Heerlijk. Heerlijk, zei ze.